Hallo Back Legion en welkom bij een nieuwe part van Lost Planet 3. Wij gaan hier een heli in. Een hele creepy cave in. Dat allemaal tegelijk met heli. Af en toe hebben mijn versprekingen. Nou, meestal eigenlijk. Maar... we hebben al 20 samples trouwens voor Dr. Kovac. Dus die jongens ook blij. Mag ons nu 10 euro gaan doen, vind ik. Ik ben ook blij wanneer Assault Rifle is fucking chill. Staaf, vallen. Gezwellen. Echt smerige rotzooi dat is. Het is echt een creepy cave dit. Geef mij al jouw... thermal energy, bitch. Reload, oh kut, we kunnen al, oh damn. Uh oh, leef spelen met elkaar. Monstertjes. Oh, ammo, please assault on ammo, dank u. Oh damn, ook zoveel, mooi. Onze ammo was namelijk op, vandaar dat ik ook, oh oh sorry. Hey, fuck off jongen, ga je iemand anders pesten. Hier, eet mijn grenade. Laat hem met rust. Ga ik nu jouw vriendjes afmatten, vuil vaginaal monster ding. Dat deden ze in dingen wel altijd aan denken. Duke Nukem heeft dat ook volgens mij. Duke Nukem heeft ook van zulke alien ingangen die je moet kietelen en shit. Wat dan lijkt op een vagina, maar deze dingen, dit lijkt meer op een anus eigenlijk, man. Toch. Gaat om het idee. Ik denk krijg gewoon een grenade in zijn anus. Nee, dat is lekker. Auw. That hurt. Ah, oh, zo'n schattig monstertje, wat een badass. Badass. Oeh, damn, dat ding gaat er nog tussendoor ook. Fuck, dat ding kan veel. Ik weet dat. Kunnen wij naar boven? Als ik nu naar boven wil, mag dat? Nee. Ik mag echt niet dingen doen die ik zelf wil, hè. Zo verneukt. Oké, daar gaan we dan. Wij gaan ook hier tussendoor. Knuffel de muur. Oeh, damn, we zijn buiten. Weer. Ik weet niet eens of dat echt positief is, maar we zijn buiten. Draußen. Jawohl, mijn vrienden. In die verlorene planeten 3. Dat klinkt echt fucked up als titel. Als game titel. Verlorene planeten. Yay, station nummer 3. Nog 3 stations te gaan. Dat is wel fucked up aan de ene kant. Dat we echt gewoon fucking 3 stations moeten doen. Dat wij kleine kinderen zijn. Oh, hier langs. Oké, daar gaan we dan. Snikken, snikken. Oh. Van achter ons. Hallo, wil jij een shotgun in je bakken? Zo mag ik hem niet schieten. Gewoon naar boven. Zo. Pam. Maar ik snap niet waarom we zo spastisch doen om dat monster. We hebben er al fucking 8 afgemat of zo met onze shotgun en assault rifle. Dus waarom. Hey, lief spelen met mij, ja? Maar waarom zouden we. Hey. Niet zo agressief jij. Waarom zouden we nu opeens bang moeten zijn voor dat monster? Ik snap dat niet. Dat zie ik de logica niet echt van in, om eerlijk te zijn. We vechten al de hele tijd tegen de monsters. Als nou nog een ander monster was, oké, okay, maar het is het fucking zelfde. So who cares? Oh, pff, dikke FPS drop, what the fuck. Was waarschijnlijk aan het laden, die game ofzo. Wat is jouw probleem? Hé, hey, kijk, oogje, oogje, neusje, dat hele kleine puntje in het midden. En dat is zijn mondje. Oh, zo schattig. Oh, fuck. Wat nu weer? Eigenlijk zou ik dat moeten doen, zo'n scheetgeluid bij. Maar
Ik deed een kleine poging. Dat, dat is een lief mugje. Ik heb een hekel aan mugjes. Fuck, schieten die kringen. Waar? Eet mijn grenade. Kanaal ingebracht. Holy fucking crap. Zoveel muggen. Oh, hell no. Ga weg. Oh, wat heb ik een hekel aan jullie kringen. Ga dood. Oeh, damn, die worden daarvan allemaal gespawnd. Oké, okay, schiet dat ding kapot, schiet dat ding kapot, schiet dat die anus kapot. Schiet die dingen kapot. Mooi, die is ook geraped. Zo van die kleine kringen ook, fuck off. Jij ook, staaf. Dood. Oh damn, daar hebben we ook nog een kuddy. Staaf. Mooi. Volgens mij kunnen we het nu gaan even spawnen. Let's hope so. Wat kan jij die daar staat? Hij ook dood. Volgens mij hebben we ze allemaal gehad, toch? Fuck jou. Nou, volgens mij hebben ze allemaal gehad, al die anus dingen. Fuck off, jongen. Waarom zit er een mug daar gewoon niks te doen? What the fuck, klip jij door de rots heen, vriend? Vuile cheater. Vuile hacker. Wallhack. Oh, daar gaan we weer. Ik vind het wel stom dat we hier crashen. Moet je kijken hoeveel ruimte we over hebben, joh. We kunnen hier rustig rondlopen. Dan kan ik tenminste ook mijn fucking gun equippen. Het is echt fucked up dat we hier altijd crouchen. In een iets kleinere ruimte. Dan is het gelijk crouch, crouch. Oh, de wind komt erbij, hoor. Dat is ongeveer de wind. Het geluid van wind. Dat klinkt niet echt, maar... Laat maar raden, een groot monster verschijnt. Oh, nog niet eens. Hebben we hier iets? Oh, wow, energy. Oké, laat me naar boven klimmen, dank u. Grapple hook is altijd leuk om mee te spelen, maar dan wil ik wel een grapple hook die ik zelf kan besturen eigenlijk. Dat is het fijnste. Eentje dat we zelf gewoon kunnen mikken ergens op en kunnen grappelen. Dat is leuk en dan bepaalde plekken. Zoals wat er nu is. Jee, nog twee stations te gaan of fuck. Ah, hij staat de verkeerde kant op gemikt. Nou, laten we eerst die tekstlog oppakken. En dan even ammo. En als we dat hebben gedaan, dan kunnen we ons wel bezighouden met die rail verplaatsen. Laat maar een goed plan, want zoveel ammo hebben we niet meer. Oh fuck, ik heb iets laten geschud met mijn controller, denk ik. Want de batterijen waren op. Ik wil het eigenlijk nog een keer proberen met de PlayStation controller. Die ik nog steeds niet op mijn PC aansloten. Terwijl het wel moet werken normaal. Want ik speel het nog met Xbox controller. Maar de PlayStation 4 controller zou moeten werken normaal. Waar moeten wij doen? Naar boven? Ja, denk het. Moet het ding in ieder geval routen, dat weet ik, maar... Alleen de vraag hoe, wie, wat, waar. Damn, zoveel muggen. Eet mijn granaat, eet mijn granaat, eet mijn granaat. Fuck jou met je blauwe shit. Ga dood. Ga ik die andere ook killen daar, joh. Staaf. Staaf. Satans gebroed. Nog meer liefhebbers. Nee, goed zo. Houden zo. Ik haat Mug Country. Het is fucked up hier. Grapple, yay. Ach kijk, crouch area weer hoor. Moet kijken hoeveel ruimte we over hebben. Ik kon er gewoon rechtdoor rennen. Ik kan dat.
Zou er een keer een monster bovenop ons springen vanaf de rotsen? Dat is echt zo'n fucking opportunity die makkelijk kan. Waarom staan daar zoveel last? Ambush! Waarom zitten jullie allemaal vast hierin? What the fuck? Die game zo buggy dat ze allemaal vast zaten hierin of zo? Ah ja, dat zal nog eens kunnen, want dit is een raar geblok. Fuck off, jongen. En dan gooi ik die weg. Hoi, hebben we alles? Ah, de spawner gewoon meer, denk ik. Ze spawnen gewoon. Ja, yep, vanuit die anus. Kill the anus. Dus you rip it apart. Ga je met alles pesten. Nog meer? Hebben we nog een anus hier, nee toch? Nee. Stab! Kreng. Ik ben benieuwd hoeveel fucking energy we straks hebben, joh. Volgens mij is dat wel iets in de 10 miljoen, of 10 miljoen. Zo ben je overdreven, 10.000 wil ik zeggen. Shackleton's Peak Summit. Oké, we zijn dus nu boven op de berg. Normaal was dat heel makkelijk geweest met de tram, was dat 10 seconden werk geweest waarschijnlijk. Nu zijn we 3 jaar bezig. Om boven te komen. Je zou toch zeggen dat je eigenlijk naar buiten moet lopen? Waarom staan we dan omgedraaid die kant op? Dat is dom. Nou ja, hier is al wat meer bewoond gebied. Nou ja, bewoond, maar aangepast gebied, beter gezegd. En heel veel is naar de tering hier, joh. Damn, zoveel generatorplekken en shit wat allemaal naar de tyfus is. Maar dan ook echt heel veel spul. Hey, een weapons locker, waarom krijgen we dat? Sowieso die grenades of ik nog niks. Dus. Yay! We hebben een nieuwe ammo. Waarom zou ik dat openen eigenlijk? We hebben ammo. Wat haalt hij er nu uit? Dat vraagt me echt af. Wat haal je eruit? Hij haalt er iets uit, maar we hebben al volledig ammo. Moesten dat ding toch ook nog fixen? Of ben ik nog gek? Locate last station. Ja, dat weet ik, maar we moesten toch ook... Het zal wel. We hebben trouwens 6700 credits dus, dat hebben we nu ook gezien. Dat valt me eigenlijk tegen, ik had verwacht dat we meer zouden hebben. Waar de fuck moet ik heen? Naar beneden en dan? Worden we geraped hier ergens? Nee, maar ik wou weer terug naar boven, what the fuck? Ah, naar de overkant. Hoe komen we daar? Game. Ik kan filmen, ik kan niet fucking toveren. Hoe de fuck moet ik naar die overkant? Oh, hier wacht, de deur is hier zeker open. Hahaha. Niet mijn schuld. Oeh, waarom zit daar een gat in? Of een rooster? Ah, daarom dus. Wat stond hier? Ah, to use. Wedden dat daar iets doorkomt? Hmm. Zo scary is die game toch nog niet. Dat vind ik wel jammer. Nee, dat... Oh, een huge open vlakte. Dat kan niet anders dan misgaan. Wie de fuck is daar bezig? Ah, dat is die... You bitch. Dat zijn bandits. What the hell? Als ik het goed heb. Wauw, 1 assault rifle ammo. Maar als ik het goed heb, zijn dat allemaal bandits. Want de lopen, we hebben natuurlijk de monsters, de aliens, om zo maar te noemen. En we hebben ook nog bandits, die niet lief zijn tegen ons. En ik weet niet waar ik heen moet. Moeten we daar heen? Ja. Okay. Ik let echt niet op, er stond wel een relay tower, maar ik denk dat moeten we daar zijn. En niet dat we naar dit ding moesten. Het is wel echt de beste verneukerij van het apparaat ooit. Als ik het zo kan fixen.
I think we might have a saboteur on the base. Saboteur? What makes you say that? I caught a glimpse of an unidentified person as I arrived. Ran off a cliff before I could get a good look, but I think they were tampering with a relay tower. Jim, no offense. You're not supposed to go stir crazy until you've been here at least a year. I'm serious, boss. Somebody was out here. Aha, die deur die gaat zo open. First things first. Het is veel te donker daarmee. Raise the satellite dish and call up the tram. You'll need your rig for the next. Dat zeg ik. Oh, hallo. Lief spinnetje. Oh, fuck. Niet lief spinnetje. Schiet op. Rode dingen, schiet erop. Rode dingen, schiet erop. Help, 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 help. Run. We hebben het overleefd. Mispoes, biatch. Schiet die fucking aan eraf, jongen. Damn, hoeveel kools moet ik krengen hier. Ah, 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 ah. Niet met charge attack. Mooi, hè. Oké, dat is één arm van de jongen. Hij maakt een takken herrie. Maar dan ook echt een takken herrie. Wat ga je doen? Oh, je bakken schieten. Dat is waarschijnlijk de boel. Hij reageert niet eens half van de tijd. Hij blijft gewoon staan met zijn stomme bakkers. Niet dan. Hij loopt gewoon, man. Auw. Auw. Waarom kijk ik naar de maan? Oh, for fuck's sake. Het is geen moment om uit te vallen, controller. Ik druk me even escape. Ik denk dat de batterij bijna op zijn. Dat fucked up. Dank u. Het is helemaal niet handig als hij eruit valt. Ik zal zijn kristalletje op zijn rug schieten. Misschien dat ik had. Peter, ga jij dood met een zak met brood? Auw. Ik dodge ook echt gewoon. Oh, voor fuck's sake, controles waren te vallen. Ik dodge veel te laat voor dat. Nou dodge ik goed. Schiet zijn arm naar de tering. En mijn batterijen zijn op. Heel professioneel. 6 jaar later heb ik eindelijk batterijen gevonden. In de andere controller die ik heb van de Xbox zit ook oplaadbare batterij, want ik gebruik daar oplaadbare batterijen voor. Zat ook niks. Een beetje fucked up. Yes, oké, dat heb ik gewonnen. Run, run, run. We hebben geen tijd om bezig te zijn. De jongen is in het schreeuw, I know. Maar ik moet even ammo. Auw. Ja, we hebben weer ammo. Genoeg om mij blij te maken. Oh fuck, auw. Maar ik heb nou in mijn DJ Hero 2 controller ding wat ik daarvan heb, daar zat nog wat batterijen. Geen oplaadbare, maar batterij is batterij. Ja, spin-trapmonster gaat dood. Zullen al zijn dingen op zijn rug nog kapot schieten. En ik hoop dat hij het nog even een paar minuten volhouden en dan... Ik had de PlayStation 4 controller ook al wel geprobeerd, maar dat werkte nog niet. Helaas, pindakaas. Dat, hij werd al herkend. Maar de games zijn gewoon fuck it, don't care. Voor dat ding op zijn rug moeten we vannacht. Dat is niet. Dat ding wordt warm. Kut zo. Kijk, ik heb hem nu hard vannacht. Hier. Hij kan ons in ieder geval niet meer aanvallen. Dat was de truc met dat andere. Auw. Kijk, hij kan ons nog wel een beetje aanvallen. Maar niet zo hard meer als voorheen. Staff. Een grenade of je bakkers hebben. Wacht, waarom gooi ik geen grenade in zijn bakkers? Jee, wat ben ik goed aan het opletten. Ga schreeuwen. Schreeuwen, vriend. Pieter, Henk. Schreeuw. Ah, hij is dood.
Yay! Energy, heel veel. Fuck off. Ga weg van mijn energy af. Mooi hoe dat ik er gewoon gedeeltelijk kapot gaat. Haha, dat is wel vet. Het gaat echt in gedeeltes kapot. Fuck off. Ah, ammo. Natuurlijk. Maar zoals ik zei, ik had dus de PlayStation 4 controller ook al aangesloten. Maar die werd in de game nog niet herkend. Die werd door Windows wel herkend van, hey, controller. Maar door de game nog niet. Want dan moet je eerst de game rebooten. Maar als ik hem reboot, dan houdt dat ook in dat... dat we alles weer overnieuw moeten doen zo'n beetje. Want de game heeft een quicksave ding. Of een, geen quicksave ding, hoe heet zo'n ding? Autosave, bedoel ik. En dat werkt nog wel eens een beetje fucked up, waardoor je dingen overnieuw moet doen. Dus dat is niet zo mooi. Maar hey, we hebben het gefixt. Dan moeten we de junction box daar nog. Spinnetje is in ieder geval dood, het spinkrapmonster. Het leek een beetje op een spin en op een krap namelijk. Yay, power restored. Holy crap. Moest ik mijn rig ook niet callen naar boven? Waarvoor hebben we al die fucking liften aangedaan dan anders? Damn! Dat is een grote comdish, hè? Dat is me een lomp ding. Heel lomp. Ah, dit is de laatste station. Kijk aan. Yay. Rebooting system. Bring me my rig, bitch. Yay, het tramsysteem werkt weer. Will you copy? I've got the satellite dish working. I'm just waiting for the rig to come up. It's your first time up this high, isn't it? 10 months before the Coronis expedition landed, an engineering crew was sent ahead of us to set up that tram system and the complex. Okay. It was a major endeavor, and as you can see, a marvel of structural. Ah, het is een lomp mooi dichtje. The oxygen gets pretty thin up there, and winds can blow up to 180 miles an hour, so the challenges must have been extraordinary. Damn. Dat bijna 300 kilometer per uur wind. IJswind. Alright, retrieve the rig. Nou moeten we namelijk alleen die satellite dish nog op de goede plek zetten, dacht ik. Ronddraaien en nog wat doen. Als ik het mij goed herinner. Maar dit is wel vet. Ik vind het echt gewoon een leuke game. Ik snap niet dat er zoveel mensen over bitchen dat het een kut game is. Ik heb er geen last van. Moeten wij die mini dinges... Nog een spinmonster, are you serious? Ah! Ah, ik moet ook echt drillen op die manier. Ah, dat is wel vet. Dat is wel nice. Kom maar hier, krapmonster. Wel, krapmonster. Ik blok wel, maar dat doet niet genoeg. Fucked up. Ik wil zijn hand. Geef me zijn hand. Misschien moet ik het beter timen, dat ik echt counter, maar... Oh, you bitch. Oh, we gaan eruit. Dat is natuurlijk het handigste om te doen. Hey, blijf van mijn rig af. Ik zei, blijf van mijn rig af. Auw. Auw. Oh, fuck. Kom eens hier, auw. Hiervan niet zoveel plezier. Staff. Alsjeblieft. Damn, wij zijn zelf doorgegaan. Ik kon ook vrij weinig anders doen. Ik wou wel dodgen, dat deed ik ook wel, maar we hadden al te hard genakt. Dat was het probleem. Spijtig genoeg. En die rake, met dat blok, ik weet niet wat daar aan de hand was. Ik weet niet wat het probleem was.
Echt niet. Maar ja, we spawnen hier weer, dus we moeten die station shit weer doen. Alleen dat ik hem hier dan afsluit, dan hoef ik niet zoveel meer overnieuw te doen in de volgende part. Dus dan, dan zie ik jullie weer in de volgende part. Hoop dat jullie nog heel vet vinden. Ik vind het zeker wel een leuk game. Laat even weten of het jou ook mee is gevallen tot nu toe of niet. Omdat er dus, zoals ik zei, echt heel veel slechte reviews over zijn dat het echt een kut game is en bla bla bla. Ik vind het tot nu toe echt nog wel een leuke game. Ik vind hem leuker dan Dead Space 3, dat sowieso. Maar ja, laat even weten in de comments. Als je het leuk vond, geef hem natuurlijk ook een thumbs up. Dat helpt mij ook veel. En zet hem in je favorieten en deel hem met je vrienden natuurlijk. Dan zie ik je weer in de volgende video. Laters!